Wie ben ik? Ben ik zoals anderen mij zien? Ben ik zoals ik mijzelf zie? Of ben ik zoals ik mijzelf zie door de ogen van andere mensen? Ja, dit is een vraag ook interessant. Voor welke vraag ben jij bang? Voor geen één vraag. Mensen mogen me alles vragen. En ja, wat ik beantwoord kan ik altijd zelf bepalen. Maar angst voor vragen heb ik niet, nee. Hoe ben je in Rotterdam verzeild als je van het platteland afkomt? Daar wonen mijn ouders en nu woon ik op mezelf. Tenminste, okay. Samen met mijn broer dan. En nu ben ik in Rotterdam, ja. Zeg die ook dan? Nee, die houdt niet van koeien. Wat is, als ik hier straks weg ben, hè, zeg maar, je hebt deze ervaring beleefd. Je denkt van, ja, wat zijn dat voor mensen? Wat denk je dan? En zou je dan nog een vraag naar aanleiding van deze hele ervaring hebben, denk je? Ik denk, dit is gewoon even kijken, de eerste keer dat ik dit meemaak. Dus, het is wel apart. Ik heb sowieso ook opdracht gemaakt voor school. Dat je buiten moet gaan vragen gaan stellen aan mensen. Ja. Okay. In het begin is het wel lastig, weet je, maar daarna ben je eraan. Dus, ja. Je komt op tv. Je komt trouwens. Op tv, wil je nog wat zeggen tegen de mensen op tv? Zeg maar, ha opa. Dag opa. Nu ga ik straks weg. En dan denkt hij van, wat is dit nou weer voor een ervaring geweest? En dan bedenkt u zich ineens wat, oh, dat had ik hem willen vragen. Of niet? Ja, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Oké. Nou, hartelijk bedankt. Ja, jij ook bedankt hoor. En succes. Dank u. En jij ook succes. Hoe heb jij deze dag ervaren? Erg leuk, heel dynamisch, met veel mensen gepraat. Erg leuke gesprekken, open gesprekken. Ook wel wat geleerd. En je merkt ook wel dat sommige mensen niet goed reageerden op mijn vraag of ik ze even mocht filmen met die spiegeltjes voor hun hoofd. Sommige mensen vonden dat natuurlijk vreemd. En sommige mensen zijn misschien ook niet gesteld op dat soort aandacht, of ze hebben andere overwegingen. Maar op zich, de meeste mensen reageren positief. Dat is me wel opgevallen. Ja. Dus. Heel veel leuke reacties, hè? Heel veel leuke reacties, ja. Ja, en ik heb ook wel veel gelachen eigenlijk vandaag. Dat is ook belangrijk. Ja. Mag ook. Ja. Mag ook. Ja. Je merkt ook wel dat Rotterdammers zijn die erg zachtgerijd of zo. Die Rotterdamse zachtgerijdigheid, maar op zich valt gewoon mee te leven. Sommige mensen hebben korte lontjes. En als je ze alleen al aanspreekt, dan merk je dat het ze eigenlijk al te veel is. Sommige mensen hebben geen behoefte aan contact. Maar de meeste hebben goede ervaring mee gekregen vandaag. Dus nog meer vragen? Nee, ik zit te denken. Ja. Ik heb al een leuke titel voor je real life show. Pas op voor die bak. Ja? Gabriel onder de mensen. Ja. Nou ja, leuk. Ja. Ik denk dat het werk zich spiegel in spiegel gaat heten, denk ik. Spiegel in spiegel. Ja.
Andere mensen kunnen spiegels voor mij zijn. Mensen die er open voor staan, kunnen voor elkaar spiegels zijn. Zodra mensen pal recht tegenover elkaar durven staan en elkaar de spiegel durven voorhouden, ontstaan oneindig veel dimensies. Spiegel in spiegel in spiegel in spiegel in spiegel. Nee hoor, Gabriel, ik lach echt niet. Ik zal een heel serieus gezicht trekken als jij hier bent en zeggen dat het echt perfect was. Echt zo perfect. Lijpo. Het wegloopshot vond ik al heel tof. Ja. Ja. Oké, wat was daar de bedoeling van?